Ik sta hier nu op de Landgoedfair in Beest, want vandaag is hier het Red een Kaas event. Opgericht door Samuel en Raymond, die graag de Italiaanse boeren even een handje wilden helpen. Want er moest namelijk Parmezaanse kaas, oftewel de Parmigiano Reggiano of iets dergelijks, geredden worden. Want die waren allemaal gebroken en die moesten toch maar eventjes worden verkocht worden. En wij Nederlanders waren helemaal door het dolle heen. We hebben echt zoveel kaas hebben wij gered. En hier is een heel event. Ik ben in ieder geval benieuwd wat ik er allemaal te zien krijg. Weet je wat ik allemaal ga proeven of wat in ieder geval. Ik zeg, kom, we gaan even een paar vragen stellen aan Raymond en Samuel. En dan kunnen we van start. Kom mee. De twee oprichters van Red & Kaas. Kunnen jullie een beetje in het kort vertellen hoe het eigenlijk tot stand is gekomen? We dachten, laten we eens iets leuks doen. Laten we vooral iets met Italië doen. Want we zagen beelden voorbij komen uit Italië. Met heel veel ellende. Allemaal omgevallen kazen, 600.000 stuks. Van die grote kazen van 38 kilo. En we dachten wel zo'n 100 stuks misschien wel kwijt te raken aan ons netwerk. Ja, dat hadden we een klein beetje onderschat. Een man of 100 dachten wij van kaas te voorzien. Dat hadden we een halve dag gedaan. Het werden er uiteindelijk bijna 8000. 8000 mensen die voor 25 euro om de beide 1,5 kilo kaas hebben gekocht bij ons. Dus het liep iets harder dan wij in eerste instantie dachten. Of blijft het hierbij? We hebben al een aantal maal misschien gezegd. Ja. We zijn wel bezig met ideeën over een nieuwe actie, maar wanneer precies, dat weten we nog niet. Okay. Er zijn nog heel veel mensen die bij hier spreken die, die nog nooit van de actie hebben gehoord. Ja. Leek ons inmiddels redelijk onmogelijk, maar die waren er nog steeds. Dus voor die mensen willen kijken of ze in het najaar nog iets kunnen doen. Ja. Maar data en locatie, daar moeten we heel hard over nadenken. En hele leuke hoedjes. Vinden we het leuk? Ik weet het niet. Misschien gaan we nog even verder kijken. I wanna be drunk when I wake up. On the right side of the wrong bed. And never an excuse I made up. Tell you the truth that it was. Didn't kill me. It never made me stronger at all. Scar your makeup and lipsticks to me. So now I maybe lean back there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold you like I used to. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beating. Cause you take part of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Place with phrases like when you're leaving me. Should I maybe. Oh ja, die is lekker fris. Ja, hè? Hier kom ik de dag wel mee door. Dankjewel. Doeg. Oh, houdt ook geluk bij jonge kaas of is het echt gewoon de Parmezaanse kaas waar jullie gewoon verliefd op zijn? Ja, nou, we hebben natuurlijk wel een voorkeur voor deze kaas. Allebei wel kaasliefhebber in Italië liefhebber. Ik denk dat het een combinatie is van factoren. Ja, de ellende in Italië, kaas wat toch wel een product is waar de Nederlander gevoel bij heeft. Mm-hmm. En vooral ook het persoonlijke leed laten zien. Het zijn allemaal kleine boeren die, die getroffen zijn. En ja, daar hebben de mensen blijkbaar heel veel voor over en daar zijn we heel blij mee. Dankjewel. Graag gedaan.